Marcel, een beetje een rare vraag misschien, maar al een beetje te grazen genomen tijdens de training. Hoe bedoel je? Nou ja, je komt terug bij PSV en iedereen kent de verhalen. Het was een beetje ludiek. Jorrit Hendricks, Luc de Jong en dan weer terug op het oude nest. Ja, nee, maar die jongens die weten het gewoon dat soort dingen in het voetbal gebeuren. Dus het was geen sprake meer van. Dus ik ben met iedereen goed uit elkaar gegaan. Nee, maar wordt dat niet nog even besproken? Misschien op een beetje lacherige manier of op een serieuze manier? Nee, mensen kunnen er wel nu om lachen. Natuurlijk op dit moment waar ik gebeurde was het een beetje raar, maar dat hoort bij het voetbal. Ja, een elleboog bij Hendricks, een aanslag op Luc de Jong. Je houdt die twee jongens niet extra in de gaten tijdens de trainingen? Nee, natuurlijk niet. Dat is al geleden tijd en we kijken weer vooruit. Hoe voel je weer in het PSV-shirt? Ja, ik voel me 100% fit en nu heb ik nog het PSV-shirt aan. Maar je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. Ja, want die gedachte is er toch wel dat je weer op zoek gaat naar een ander avontuur? Ja, we zien wel wat er komt en dan moeten we alle opties goed bekijken en dan kijken we wel verder. Ja, heb je het idee dat je hier bij PSV nog voor je kansen kan? Ja, zolang ik hier ben ga ik 100% voor mijn kans. En als er eerder iets komt waar ik betere stappen kan maken, dan zullen we het zeker bespreken. Ja, en dan verhuren of toch maar een definitieve overstap? Ja, dat ligt eraan welke clubs bereid zijn om de transfers om en zo en alles te betalen. Dus, je ziet op dat moment weten we dat nog niet. Dus bikkelen tijdens de training en no hard feelings? Nee, dat klopt. Ik ga daar 100% voor en dan kijken we verder.